Heb je een probleem? Of zijn er zorgen waar je graag een oplossing voor wilt hebben? Is er iets aan de hand wat jij niet leuk vindt? Zoals het nu gaat, is het niet fijn. We gaan een plan maken om er iets aan te doen. Om het beter te laten gaan. Hoe gaat dat dan? Alle mensen die het belangrijk vinden dat het goed met je gaat, gaan met jou meedenken over het plan. Daarom komen jij en je familie en vrienden samen met de hulpverleners bij elkaar. Dat heet een eigen krachtconferentie. Wie wil jij erbij hebben? Samen ga je kiezen wie er mee mogen denken over het plan. Dat kunnen bijvoorbeeld je vader en moeder zijn, maar ook je zus, broer, opa, oma, vriend, vriendin, klasgenoten of andere mensen die bij jou horen. Vaak zijn er veel meer mensen die willen dat het goed met je gaat dan je denkt. Wie regelt de bijeenkomst? Er is een persoon van eigen kracht die jou helpt. Deze persoon heet een eigen krachtcoördinator. De eigen krachtcoördinator doet niets zonder met jou te overleggen. Samen met de eigen krachtcoördinator beslissen jullie waar de bijeenkomst is, op welke dag en hoe laat. Zelfs wat jullie willen eten. De eigen krachtcoördinator vraagt de mensen die jullie hebben uitgekozen om naar de eigen krachtbijeenkomst te komen. De bijeenkomst. Jij komt met alle mensen die het belangrijk vinden dat het goed met je gaat bij elkaar. De eigen krachtcoördinator stelt iedereen voor en we spreken af hoe we met elkaar willen praten. Iedereen kan aan de hulpverleners vragen hoe het nu gaat. We gaan samen praten over wat er nodig is om het weer goed te laten gaan of goed te laten blijven gaan. Daarna gaan de hulpverleners even uit de ruimte, zodat jullie goed kunnen praten met elkaar. Er wordt gepraat, gegeten, gelachen en misschien wel gehuild. Als je moe bent, kun je afspreken om even pauze te nemen. Samen maken jullie een plan voor jou. Dit heet jullie eigen krachtplan. Iedereen die bij het plan hoort, komt weer binnen en samen bekijken jullie het plan. Iedereen gaat naar huis. De eigen krachtcoördinator typt het plan uit en stuurt het naar iedereen op. Nu begint het pas echt. En dan? Werken met het eigen krachtplan is niet altijd makkelijk. Maar jullie hebben goede afspraken gemaakt. En alle mensen die graag willen dat het goed met je gaat, blijven met je meedenken. Soms bespreken jullie weer met elkaar of er iets moet worden veranderd in het plan. Nu kunnen jullie samen werken met het plan van jullie allemaal. Het plan voor jouw toekomst.